Welkom op deze schitterende regenachtige ochtend met Martu. Hallo allemaal. Wow, met een bezoek. En welkom bij een nieuwe aflevering van... Oké, ik ga er vandoor. Martu speelt Stranded Deep. Doei. ja, niet blijven plakken. Welk eiland ging ik ook weer naartoe? Ik denk dat het die was. Zie je nu nog haai? Ik niet. Oh man. Maakt zoveel lawaai. ja, welkom bij een nieuwe aflevering. Oeh, ik moet eventjes jullie allemaal excuses aanbieden, want vorige... Hallo? Ja. Vorige week was er geen aflevering. Het spijt me, ik heb ook niks van laten horen. Vet asociaal. Dudes. We zijn gewoon een rondje gevaren. Dit meen je niet. Dit is echt het beste nieuws ooit. Ik dacht namelijk net voordat ik de aflevering begon. Van, ik heb eigenlijk best zin om gewoon thuis op mijn eigen eiland te zijn. En we zijn een rondje gevaren. Dit is echt helemaal toeval. Ik maak geen grapje. En ik ben echt super blij mee. Oh man. Ja, dat was geen aflevering. Dat was gewoon een beetje faal van mij. Sorry. Ik pas het dicht. Dat is raar. Maar nu zijn we weer. En goed nieuws. Dus dat is het slechte nieuws. Goede nieuws is dat er een update is. Oh yeah. Misschien heb je het al wel gezien als je een beetje volgt of zelf speelt. Maar er is een update. We zitten in update 14. 0.14. En dan een hotfix 2 ondertussen alweer. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Hotfixes zijn een beetje saai. Wel belangrijk, maar wel saai, maar wel belangrijk. En dit is allemaal... Oh, dat is chill. Tuurlijk waren deze allemaal dood, ja. Dat dacht ik al wel. Dus het fruit blijft gewoon op die plant zitten. Dat is echt top. En deze ding zit ook vol. Super relaxed. En... ja, dus dat moeten we eerst maar gaan opzetten. Verder moeten we al deze spullen even afgeven. Ja, laten we gewoon even lekker alles op orde maken. Dat is wel prima. Ik wil ondertussen een beetje bijpraten over de update. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als we... Het even een beetje bij elkaar leggen. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als, als we de nieuwe update live zouden kunnen meemaken. Maar daarvoor moeten we waarschijnlijk nog eventjes zoeken. Okay, dit zijn antibiotica. En dat zijn... Oké, dus vitamines, antibiotica. Niet door de war halen. En mijn morfinepennen. Voor als we even pijn hebben. Volgens mij is het tegen shock van bepaalde vergif ofzo. Kompas. Ik ga het even wegleggen. Oh man, ik kan ook gewoon... Ik heb ook die aantekeningen dus. Hier een briefje. Die kan ik gewoon weggooien. Dat is chill. Want ik dacht namelijk van... Als ik met een briefje de weg terug moet vinden... ben ik echt een eeuwigheid bezig. Heb ik wel eens een trek in. En nou, ik wil het nooit meer doen. Oh, je kan gewoon doorgaan met gooien. Gewoon alle kokosnoten achter elkaar. Hier. Top. Ja. En ik had ook echt wel zin om vandaag even Stranded Deep te spelen. Omdat het echt weer super tropisch weer is in Nederland. Wat echt vette onzin is als je het mij vraagt. Maar, hè? Af en toe, dan is het zo. En sommige mensen zijn er heel erg blij mee. Ik vind het ook niet echt super erg als ze naar buiten gaan om Pokémon te spelen. Want ik speel Pokémon, ja, ik hoor erbij. Het is, ja, ik vind het super leuk. Maar daar gaat deze aflevering niet over. We moeten eventjes on topic blijven. Hier worden erbij. De update, ja, ik zal even klappen wat er allemaal in zit. Er zitten 3, zeg ik het goed? Nou, daar zitten een paar verschillende... Ik ga niet zeggen hoeveel er zijn, want waarschijnlijk zeg ik het dan verkeerd. Ik noem ze gewoon op, want ik heb een changelog, patch notes, hoe je het ook wil noemen, heb ik voor me. Dus wat ze hebben gemaakt is een nieuw skinning systeem. Heb ik hier een boog? Ja, die gaan we straks nog wel gebruiken. En het hele doel van deze excursie was pijlen. Nou, ik heb een emmers. Ik heb 3 emmers. En ik heb 14 pijlen. Oké, dat is ook best wel slecht. Maar ik heb het wel geregeld. Oké, dus we hebben nu een nieuw skinning systeem. Skinnen is, dus ja, eigenlijk volgens mij gewoon de huid ergens vanaf vellen. Hoe vertel je dat netjes? Gewoon het, eigenlijk het soort van leerlooien. Maar dan wat daarvoor nog komt. Mocht dat je wel zeggen. Zo, dat is ook prima. En we hebben nog een nieuwe lamp. Oh, wacht, dan vind je in onze hand. Zo. Dus dat is het. Als je nu een dier vangt, dan moet je volgens mij moet je hem gewoon eens eerst open prikken.
Dus ik weet niet of we wat kunnen vangen hier. Ik heb het gevoel dat... Oh wacht, we zijn hier helemaal niet geweest sinds de update met slangen en met... zwijntjes en zo. Dat soort dingen. Zou best wel kunnen zijn dat ondertussen wat leeft op ons eiland. Wie weet. Dus dat, als je iets vangt, dan moet je nu eerst de huid eraf halen. Oké, leuk, leuk, leuk. Superleuk ook voor ons. Ik had natuurlijk gezegd dat ik een vegetariër mode wil spelen. Maar ja, ik ben ook wel weer benieuwd hoe het is om ergens... Nou, het klinkt een beetje luguber, maar hoe het is om ergens de huid van af te trekken. Ik weet niet. Misschien is het best wel netjes geanimeerd, wie weet. Volgens mij hoeft het helemaal geen zooi te zijn. Verder, wat ze gemaakt hebben... is de Fire Lightning System. En ik heb dit gewoon maar op te lezen hoor. Fire Lightning System, hier. Oh ja. En dat betekent dus dat het best wel moeilijk gaat zijn om een kampvuurtje te stoken. Ik ga gewoon even... deze laat ik heel, natuurlijk. Weet je wat ik als eerst zou moeten doen? Ondertussen ga ik, terwijl ik praat over personages, ga ik wel eventjes water geven aan... mijn plantjes. Yep. Kan ik hier gewoon nu water in gooien? Nee, dat gaat niet. Maar ik kan wel deze oppakken. Ja, en als ik misschien... Nee. Oké, misschien moet ik even die ploeg ophalen. Weet je wat zo raar is? Dat fruit vet makkelijk bederft, maar niet als het in de plot zit. Of als het dood gegaan is, dan weer niet. Oh ja, vet logisch. Ik had toch wel zo'n... Heb ik mijn ploeg of net een schoffel hier laten staan? Dat zou wel logisch zijn. Ik denk het niet. We gaan gewoon even nieuw bouwen ondertussen. Maar wat we dus nieuw hebben, is dat als je een vuurtje wil stoken met een kampvuur, dan moet je dus echt zo met van die stokjes echt elkaar aanwrijven en zo helemaal moeilijk doen. Dus super leuk. Dat kunnen we straks wel even doen. Wel zin in. Het was me al opgevallen dat we geen aansteker hadden, maar dat was sinds de vorige update geloof ik al. Misschien wel eerder. Geen idee of ik nodig heb voor een... Wood stick, stone tool. Oké. Even stone tool bouwen. Kindling, kijk, dan moet je hier bouwen. Oh, twee sticks. Nou, dat kunnen we zo even maken. Stone tool. Klik. Even deze verdroppen. Zo. Is dit een nieuw model? Oh, wacht, dat is die vleermuis die er doorheen was. Oeps. Ik heb die vleermuis hierin gelegd, want het was niet helemaal goed gegaan. Kan ik hem nou niet... Ah, ik dacht, misschien kan ik hem nu uithalen. Oké, okay, dit water moeten we maar misschien niet drinken. En deze nieuwe ook niet. Man. Vet smerig. Gewoon een dode vleermuis hier. Denk nou. Echt niet... Ja, oké. Okay. Niet oké. Okay. Het is niet... Dit is niet oké. Okay. Ah, gewapend met shovel kunnen we nu dit gaan doen. En wat hebben ze toegevoegd? Een item voor vlees, natuurlijk. Want als je dan... Oh, misschien kan het nu... Kijk, nu is het weg. Chill. En interact. Nee, misschien is het deze. Interact. Plant. Geplant. Oh, is het nu gratis vol met water. Wauw. Eigenlijk is het best wel chill om je planten te vergeten. Want dan zitten ze wel weer gratis vol met water. Dat is echt best wel goed. Laten we eerst gewoon al deze plots... leegmaken en dan plant ik ze daarna wel. Dat begint ook donker te worden. Maar ja, vlees item dus een los vlees item nadat je geskind hebt. Oké, prima. Kindling en de snake ragdoll, dus dat betekent dat de slang, als je hem dood maakt, waarschijnlijk, of tenminste, een ragdoll heb je volgens mij alleen nog als iets dood gaat. Even oplossen. Dus dat, ik denk dat dat betekent dat je de slang dood kan maken, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik zou dat wel graag nog een keer willen doen, want slang heeft nog iets goed voor mij. Slang. Oké, het was niet mijn schuld dat ik hem niet goed kon zien. En dat hij gewoon zomaar overal gaat liggen. Oh, het is echt heel donker. Oh, wacht. Man. Huh? R, toch? F. Nee, R. Ik ben gewoon... Ik heb geen torch meer. Nou ja, zeg. Nou, ik heb nog wel een lamp. Ik ga die even pakken, want dit is natuurlijk niet te doen. Ik had gewoon... Onder R zat toch gewoon een torch. Oh, die... Die ging uit zichzelf aan. Dat is echt super attent van je. Dankjewel.
Daar is ook eentje, die is ook uit zichzelf aangegaan. Oké. Okay. Oh, dat is echt goed. Ik wil zeker uit zichzelf aangegaan. Oké. Okay. We zijn aan het boerderij houden bij nacht. Klopt. Iedereen. Iedereen. Het is echt best wel OP dat je gewoon niet op zoek naar hoeft te gaan naar fruit. Ik had namelijk al bedacht van, weet je, als het dan niet goed gaat met fruit. Er staan nu ook gewoon fruitbomen op het eiland, die uit zichzelf groeien. Dan gebruik ik gewoon het fruit daaruit, maar dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Dat is toch wel ziek. Nou, niet wel chic. Wat hebben we dan meer gefixt? Oké, een paar bugfixes. Niet echt super interessant. Oh ja, je kan opnieuw paddelen. Vroeger kon je paddelen. Dat hebben wij nooit gedaan, maar dat kon vroeger. En dan zit je in je vlot en dan kun je paddelen. Dat hebben ze gemaakt. En ze hebben het weer gemaakt. En dat ben ik echt super blij mee dat ze dat gedaan hebben. Dat betekent dat het weer kan regenen. En dat betekent dat het ook echt super chill is om als we gewoon emmers hebben. Jou even nodig. Wat zou een goede plek zijn? Ik denk hier. Nou, oké. Okay. Dit maakt me nog iets beter. Ik kan deze gewoon op de grond neerzetten. Zo. Nog eentje alsjeblieft. Hop, thee. Zo. Fantastico. En het gaat regenen. Dan lopen ze gewoon vol met water. Oké, okay, hier zit met zoetwater. Hier zit zeewater in. Dus ik moet even leeg. Zo, hè. Ja, empty bucket, empty bucket en empty bucket. Prima, nou is het wachten tot het regent. En nou, dan hebben we gratis water. En dat is handig, want ja, die water collectors die zijn genoeg voor ons. Maar op deze manier kunnen we dus heel snel heel veel water krijgen als het regent. Ja, dat is wel prima. Ze hebben iets aan het gras gerepareerd, maar ik weet niet wat. Oh, dat is het. Het staat hier. Reverted the torch back to an item that needs to be equipped. Ja, dat is leuk, alleen. Oké, dus deze moet je equipped. Maar dit is niet de torch, dit is de lantern. Ja. Of moet je de lantern nu equippen? Dat zou wel logisch zijn. Maar ik heb liever een torch eigenlijk. Zou dat nog steeds een losse. Los iets zijn in de game? Weet ik niet. Dan moet ik hem opnieuw vinden. Kijk, dat is dan weer jammer. Maar ja, hij ligt ook niet hier. Ik denk dat ik hem weer opnieuw kan vinden. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Goed, ik ga wel eventjes save, want ik ben echt super blij dat ik thuis ben. En ik wil niet dit kwijtraken. En dan zie ik jullie wel weer morgen. Wat was ook weer? Eerst save, ja. Goedemorgen allemaal. Welkom op deze schitterende regenachtige ochtend met Martu. Het is lekker mistig vandaag. Ik heb een emmertje met water. ja. Oh kijk, mijn plots. Die, ik weet niet of je het zag. Misschien moet je even terugspoelen, kon je het zien. Maar deze is aangevuld. Oh, dan gaat deze nu ook aanvullen hier achterin. Ja, vol. Heb ik niet gedaan. Heeft de regen gedaan. Oh my god, dit betekent misschien dat we gewoon oneindig kunnen farmen. Want als het niet lang genoeg achter elkaar droog is, dan gaat dit er gewoon door. Heb ik hier de twee uitgepakt? Dat heb ik misschien verkeerd vergeten. Oké, want nu is de vraag dus. Oké, die solar stills. Ik vind dat deze vol moeten lopen met water, maar dat is misschien niet zo. En deze doen het. Is er nog een empty bucket? Ook een empty bucket. Oké, dus dit doet. Oh, bucket fresh water. Bucket fresh water. En deze werken niet. Nou, dat betekent dat ik snel mijn emmer moet neerzetten. Hup. Okay. Oh, bucket fresh water niet. Of misschien zat er nog in. Zou ook wel kunnen. Dat is echt heel erg relaxed. Heb ik nog meer? Oh, ik heb nog meer emmers trouwens. Volgens mij heb ik hier nog eentje. Hier zijn er nog een paar zelfs. Man, weet je, kijk dan. Zo. Ja. Fresh water. Oh man, ik heb al het water. Ja. Maar ik hoef het nog niet echt te eten. Ik kan wel wachten tot fruit. Lekker prima. Dit moet er even mee. Dit moet er even regelen.
hoop echt dat ik die... Gaat nou... Hoezo? Zit het eraan vast of zo? Waarom kan ik dit niet oppakken? Hallo. Wat doe je zo raar? Empty campfire, die moet schieten. Ja, dat schiet ook echt geen meter op. Zijn die waterstills nou volgelopen? Ik denk het niet. Ik denk dat ze er gewoon niks van aantrekken. Nee, die trekken zich niks aan van regen. Je moet echt je emmers gewoon niet aan een waterstill hebben. Goed om te weten dit. En ik ben blij dat ik ze niet allemaal heb omgezet in waterstills. Want dat had ik wel kunnen doen. Maar dan had ik nu geen regenwater gekregen. Regenwater is wel echt heel makkelijk verdiend. Ja, dat is het. Dat is gewoon, dat is eigenlijk alles wat ik ook over wilde zeggen. Het is gewoon heel makkelijk doen. Dus niet je emmers omzetten in waterstills. Niet allemaal. Het is wel handig om een paar te hebben, denk ik. Maar ik denk dat je, van wat ik ervan zie, denk ik dat je voor 8 farmplots misschien 2 waterstills al genoeg hebt. Of solar collectors heet het nu. Ze hebben die naamjes aangepast. Kijken of er nog wat dieren zitten die we dood kunnen maken. En het spel ziet er echt vet goed uit. Misschien is het omdat ik een poosje gespeeld heb, maar ik vind het echt... Het ziet er gewoon lekker uit. Gewoon lekker. Als je naar je scherm kijkt, dat je denkt, ach, wat een hoop pixels. Dat is fantastisch. Misschien komt het ook omdat ik Hurtworld of zo heb zitten spelen. En daar zit alles natuurlijk met een beetje cartoony uit. Weet je me wel tegenviel? Deze fruitbomen zit gewoon niks aan. Ik dacht van, oh, dan kom ik thuis en dan zijn er gewoon fruitbomen en die staan voor me klaar. Nee. Ik hak trouwens die yucca's, maar ik pak het niet op. Dat komt omdat die bladeren blijven gewoon op de grond liggen. Dus als ik dan een keer lesjes nodig heb, dan ga ik daar wel craften. Dan kan ik in ieder geval heel veel tegelijk craften. Ja, ik ben echt een beetje lui op die manier. Maar, ja. En dan, ik heb een beetje... Hoe noem je dat? Ik had er niet echt op gerekend dat ik thuis zou zijn. Dus ik zit ook een beetje te denken van ja, wat heb ik heb nog plannen of zo? Dus het is niet zo'n goed verhaal. Maar ik dacht misschien kunnen we verder bouwen aan het... Moeten we hier aan verder bouwen? Aan de vuurtoren? Het is wel een beetje nog... Het is een beetje... Ik ben er niet echt super blij mee zoals die nu is. Misschien moet het gewoon wat meer een huis zijn. Dat we gewoon best wel vet alles spullen. Of misschien moeten we een vuurtoren en een strandhuis hebben. Ik denk dat dat wel iets makkelijker is. Want dit is best wel een lastige plek om alle spullen heen te leggen. Of in te leggen. De hele tijd op en neer lopen en zo. Dus dan waar zou een goede plek zijn voor een huis? Misschien hier? Je moet natuurlijk wel een beetje op het strand gaan zitten, want als je niet genoeg... Ja, dit is misschien wel een goede plek. Kun je zo hier... 1, 2, 3... Foundations, hier zo. En het is hier redelijk vlak. En er zitten niet zoveel planten, want die planten die vergallen het een beetje, omdat... wat die doen, ja, die kun je gewoon niet weghalen. Dat is eigenlijk het... Ja, dat is het. Dus dan steken ze zo door je vloer heen. Je kent het wel van andere spelletjes. Dat is natuurlijk niet echt mooi. Je kan ook zien dat er water in zit. Zie je, er zit zo'n blauw randje. Ja. Je moet even tussen die letters doorkijken. Maar de vraag... Kun je het lukken in dit spel? Ja. De vraag is... Kun je ook zien als een emmer vol zit? Ze lijken allemaal even vol te zitten. Oké, okay, gaan we kijken hoeveel erin zit. 3 food servings. Lekker. Ik ga het gewoon allemaal opdrinken hoor. Ah, shit. Het is wel knap dat het poppetje koud op water, maar oké. Misschien kan ik er dan... Ja, misschien nog eentje van mee. Oh ja, kijk, hij zit echt minder vol. Zie je? Hier is er echt zo, dit is 1, 2, 3. En deze... 1, 2. 1, 2, ja. Cool, dat wist ik niet. Ik kan gewoon zien hoeveel vol die zit. Het zijn de kleine dingen die het doet. Oké, dus dan zouden we hier een huis moeten maken. Ben ik daarvoor? Vind ik het echt een goed idee? Waarom zou het geen goed idee zijn? Het kost veel spullen. Ja, we hebben wel spullen. Oké, waarom zou het nou meer geen goed idee zijn? Weet ik niet.
Ik denk dat het wel een goed idee is. We moeten alleen even kijken. Oké, dus hier... Waar is de kompas? Even een kompas pakken. Dan kijk ik even. Want we moeten namelijk... even een beetje nadenken waar de zon opkomt en ondergaat. Niet dat het echt super belangrijk is, maar het is meer gewoon dat ik graag 's avonds nog eventjes op de veranda zit. En dan wil ik naar de zonsondergang kunnen kijken. Dus de zon gaat volgens mij... Is dit, maakt het uit of je het noordelijk of in het zuidelijk halfpunt bent voor waar de zon ondergaat? Nee toch? Nee, het is altijd in het westen. Ja. Dus dat zou daar zijn voor mij? Dat is vreemd. Volgens mij zag ik daar de zon opgaan. Misschien moeten we gewoon eerst beginnen met een foundation leggen. En dan kunnen we daarna wel verder kijken hoe dat gaat. Dan moet ik wel al deze zooi even aan de kant slepen. Hard werken zo, joh. Ik krijg wel een beetje een vakantiegevoel van. Ik heb trouwens gekeken... na mijn surfvakantie let ik er natuurlijk heel erg op. Maar kijk, deze golven... Ja, daar kan je dus niet op surfen. Volgens mij hoef je niet op surfvakantie te gaan omdat je het laat opvallen, maar... Om dat te kunnen zeggen, maar het valt me in ieder geval wel op. Dat wil ik even zeggen. Laat ik een foundation hier gaan neerleggen. Eerst even al die zooi... Al die zooi ruimen en dan kom ik zo weer terug. Oké, ik heb het al even opgeruimd. En ik ben achter iets. Je kan een emmer niet omschoppen. Goed om te weten. Ik hoop niet de hele tijd zo zenuwachtig door me heen te lopen. Dat is echt prima. Oké, dit gaat zo weg. Zeg maar, gewoon nu voor mij wel weg. Hoe moet ik dit ook weer weghalen? Slaan met een shotje of zo? Volgens mij wel. Wie gaat er eerder kapot? De machete of de shelter? Geen idee. Zo, alsjeblieft. Nu moet ik even goed kijken waar ik het wil hebben. Alvast selecteren. Foundation. En ik had bedacht, ik ga de vloer maken uit een lichte kleur, namelijk... Driftwood. Ik heb geen naam, kan ik hem niet zien. Hier wel. Hier niet. Zo, dat heeft het iets met die plant te maken. Het heeft sowieso iets met die plant te maken. Oké, dus dan... Ik moet wel een beetje hoog. Oké, volgens mij is deze kant het hoogst. Dus dan zou ik 1, 2, 3. Klinkt goed, klinkt goed. Dus het belangrijkste is dat deze goed gaat. En wil ik dan liever... meer aan deze kant zitten of meer aan deze kant zitten? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Laat ik het eens vanaf de andere kant bekijken. Dat is altijd een goed idee. Als je niet weet, kijk je vanaf de andere kant. Ik zit ook niet meer. Ik denk dat het wel goed komt. Nou ja, ik twijfel toch een beetje. Het is heel belangrijk om dit, eerst keer, of, om dit in het begin goed te doen. Ik krijg het anders krijg je laatste spijt. Oké. Hier. Ja, een beetje hoog. Maar ik denk dat het toch goed gaat. Want je kan gewoon trapjes maken. En omdat er slangen zijn, is het handig om een zo te bouwen. Omdat natuurlijk ze niet omhoog kunnen kruipen dan. Of dan moeten ze dat heel erg moedwillig doen. Hè? Oh. Kun je wel... Ik wil graag dat alle latjes dezelfde kant op liggen, maar volgens mij is dit echt te veel gevraagd. Ja, dit is sowieso te veel gevraagd. Kun je objecten draaien? Nee, toch? Hier, ze gaan sowieso, omdat je dan op de zijkant houdt. Ja. Yeah. Oh, maar wacht, als ik ze zo draai... Nou, ik weet het niet. Daar gaan we gewoon voor. Daar gaan we gewoon voor. Gaat nu... Ja, deze gaat ook gedraaid. Oké, daar ben ik dan blij om. En dan kunnen die laatste weer gedraaid. En dan is het toch nog een beetje een patroontje. Nee, dit was niet de... Ik wilde... Oh, deze gaan nu allemaal aan. Oké. Oké. Ik ben er overheen. Ik geef me over aan het feit dat het zo is. Helaas. Maakt het uit. Een beetje.
begin een beetje van die Serania tegen te krijgen, weet je wel. Die heeft ook altijd die zo van, moet wel sleutels zijn. Moet wel even netjes. Oké. Nieuwe stokjes. Oké, moest er daar nog eentje volgens mij? Wel, maar ik ga gewoon even al de driftwood pakken. Zodat we niet zo meteen te weinig hebben. Oh, hier ligt nog een paar. Yep. Kijk, en door een lichte vloer te gebruiken. Even een klein stukje veten wonen. Door een lichte vloer te gebruiken, zien kleine ruimtes er toch groter uit. En daar moet je eigenlijk altijd een lichte vloer gebruiken, denk ik. Okay. Of je vindt dat je ruimte te groot is, dan kun je natuurlijk donkere. Oké, dus hier is dan. Hier is vanavond de zonsondergang. Aha. Dat is prima. Dus dan zouden we hier een wall van driftwood sticks have wall. Woodsticks. Ja, woodsticks have wall. Kijk, deze zien er super gezellig uit. Kijk, die komen dan hier. Bam. Oké, dat is misschien een beetje hoog, maar vooruit. En dan hier ook. Bam. En dan aan de andere kant ook. Weet je wat, dat toch wel doen. Het is fijn dat die stokjes, die stokjes die daar liggen, die kunnen we gebruiken. Oh ja, goed nieuws. Terwijl ik net aan het opruimen was, kwam deze meneer vrij. Of mevrouw, ik kan het niet zien. Ik ben niet zo'n vleermuisdeskundige. Maar hij ligt nu hier. Een beetje tentoongesteld. Een beetje, klein beetje luguber, maar. Hij ziet er wel goed uit. En hij doet me denken aan Kelly. Het lijkt wel echt een vlieger. Als je erbij rondloopt ook, dan. Kijk, het ziet er zo uit. I believe I can fly. Dus ja. Leg hem even terug op zijn plekje. Nee. Oké, dat doe ik wel een andere keer. Dat kan echt heel lang duren. Kijk, en nu hebben we dus een plant in ons entree. Goed gepland, Mortu. Goed gedaan. Nou ja. Het is alleen echt een ramp. Het is pas echt vervelend als. Het wordt pas echt vervelend als we nou hier geen ladder kunnen bouwen. Maar ik zie dat ik geen driftwood meer heb. Ik kan wel verder gaan met de binnenkant van het huis. Kijk, want hier komt dan een muur. En hier ook, en hier ook, en hier ook. En dan maken we links een slaapkamer, denk ik. En dan moeten we gewoon drie delen maken. Van hier een slaapkamer. En dan hier een opslagblok of zo. Dat kan wel. Wat zou je nog meer nodig hebben? Ja, je hebt een keuken nodig of zo. Dat zou wel prima zijn. Alleen je kan geen kampvuren hier bovenop bouwen. Dus dat is niet echt heel handig. Of wil je misschien een grote slaapkamer? En dan een kast. Wat wil je eigenlijk opslaan in dit? Gewoon al die kleine spulletjes, toch? Daar moeten we een plek voor hebben. Kun je ook op een halve muur een vloer zetten? Dat je dan een halve vloer, dat je een soort van plank. Maar het is wel heel donker. Een soort van. Ik vind dat het licht aan moet gaan, maar ik ga daar volgens mij niet over. Wacht, als ik dit op de grond leg. Ja, zie je? Hij gaat ook uit zichzelf weer uit, viel me vanochtend op. Dat was heel raar. Dan ging hij opeens uit. Ik vond ook dat het nog helemaal geen licht was, maar. Ja, oké. We hebben er niks over te zeggen. Dat is stom. Floors, woodstick, craft. Kun je die hier erin plempen? Nee, ik kan alleen hier bovenop. Hè? Ja. Ja. Jammer. Oké, weet je wat? Ik ga wel even spullen verzamelen. En het is ook tijd om eventjes. We moeten nadenken over wat eten. Misschien moeten we even een krabbetje gaan zoeken. Zal ik eerst slapen? Zal ik eerst een krabbetje zoeken? Weet je wat? Laat ik gaan zeven. En dan slaap ik. En dan kijk ik ernaar ook mijn vloer. Oké. Beetje dom, maar. Ik heb natuurlijk net mijn bed gesloopt, dus ik moet even een nieuw bouwen. En wacht. Ik heb die spullen helemaal niet bij me. Volgens mij kan je het bed gewoon optillen. Zoals we eerder ook gedaan hebben. Oké, sleep het bed alvast het huis in. Roar, ik wil slapen. Nog één kracht inspanning voor vandaag. Doe een bedflip. Oké. Het ziet er echt super comfortabel uit dit.
stretcher van palmbladeren. Oh, ja. Haha. Vleermuizen zijn hier. Vleermuis eten. Oh, wat cool. Er zitten vliegjes. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ja, laten we gewoon hierin slapen. Check. Oké, guys. Ik heb honger en mijn fruit is nog niet gegroeid. En ik wil jullie heel graag laten zien hoe het is om een dier te voldoen van zijn velletje. Ook al is het... Ja, laat ik het zo noemen. Hier gaan we afrennen. Gaat dat goed? Hoppa! Wat? De eerste poging! Damn, ik krijg een sniper. Eerste arrow. Dan de seagull. Seagull. Dit is... Is er een zenuw Pokémon? Volgens mij niet. Niet first gen in ieder geval. Denk ik. Het is volgens mij iets heel doms. Oh, wacht. Ja, nee. Ik heb een probleem. Want die fire spit is nog niet gerepareerd. Dus nu moeten we hem skinnen. En we hebben de fire spit nodig. Hoe gaat dit? Zie je wel. Yep. Oh, die blik. Kun je dit iemand stoppen? Nee. Oké, helemaal goed. Als ik nu een mes pak. Kun je dan... Hold A to skin. Split. Oh, it's disgusting. Oh, it's disgusting. Dacht hij. Oh, de zeemeeuw is weg. Oké. Ja, dat was inderdaad best wel disgusting. Zo? Nee. Zo? Nee. Misschien... I can't destroy it. Another item depends on it. Ja, jongens. Ik wil... Oh, waarom zit het in de weg? Oh, dat is echt heel stom. Ja. Nou, weet je wat? Ik bouw gewoon een nieuwe. Is het zo niet? Als het lukt. Rocket. Campfire. Ik heb geen rocks. Die liggen daar. 3 stuks. 1, 2, 3. Niks zit ooit mee. Maar dat is wel een beetje te verwachten als je schipbreukeling bent. Schipbreuk. Vliegtuigverstekeling. Jongens, waarom kan ik dit niet van krachten? Kan het nu al? Klik. Barp. Zit er dicht bij dit. Hey! Oh, hier liggen alle dieren die ik ooit dood heb gemaakt en toen niet opgegeten. Crab. Die kaart, die. Ja. Een verzameling van dode vissen. Ugh, de guber. Wat een guber spel is dit? Guys, hoe kom ik ooit aan die campfire? Is er gewoon in steen, hè? Bouw dit. En oh, daarvoor heb je een campfire nodig. Ja, campfire. Daarvoor heb je sticks nodig. Oké, ik kan dit. Klik. Ja, campfire pit. Oké, dat gaat goed. Campfire pit. Ja, oké, liever had ik hem gedraaid, maar dat ging door. Excuus. En nou moeten we nog dat kindling craften. Ja. Ik heb hier trouwens geen ervaring mee, dus als het iets langer duurt, het spijt me. Maar dat is gewoon even. Heb je al een hout opgevangen? Dat is gewoon even zoals het gaat zijn. Snel wat stokjes halen. Ik heb ook het gevoel dat deze aflevering vet veel te lang wordt. Maar dat geeft niet, want jullie hadden het nog een beetje te goed van de vorige keer. Oh, best erg. Gewoon heel af. Ik voel een beetje, weet je, Bastiaan Adriaan zegt zo ook even van, maar Bastiaan, we zijn al leuk naar huis zo'n pakketje gevonden te hebben. Dat is een beetje zoals het voor mij voelt om een aflevering te missen. Dus ik echt zo van, nee, maar ja. Ik was gewoon heel erg druk bezig met het terug zijn van vakantie. En dat is een ding trouwens. Dat is niet een grapje. Dat is echt... Oeh, je moet echt vet nodig weer water in. Ik kan het zo meteen even doen. En Pokémon Go spelen. Oké, dus dat... Ja. Sorry. Ik vond dat... Ik vind het echt zo'n leuk spel. Ik ben echt helemaal weg van. Kindling, oké. Moet je dit nu gewoon... Ja, pick up. Oké. Wil je dit dan hier tegen aanslaan? Ja? Oké, mouse 0 to please be start fire. Oh. Ik ben gewoon nu dit aan doen. Hoor je me klikken? Ik moet hier mijn Fortress Craft maken voor gebruiken, maar ik heb het gevoel dat wel echt heel erg vals spelen is. Ik voel me erin Fortress Craft. Oh ja, gelukt. Haha. Oh, place.
Maar een heel klein stukje vlees. Die meel was echt veel... Ja, ik heb niet zoveel verstand van hoe het is om meel te eten. Maar ik heb wel het gevoel dat die meel echt wel veel groter was dan dit stukje vlees. Het ziet er wel uit als een heel lekker stukje vlees. Dat moet wel zeggen. Het is wel een mooi stuk vlees geworden. Dat gaat natuurlijk nooit lukken bij een meel. Oh, kun je dit herbruiken? Kindling. Het is een verzameling van kleine stukjes van takjes en stokjes. Om vuurtjes mee te stoken. Ja, dat had ik wel van verwacht. Goed. Dus dat is de nieuwe manier om vuur te maken. Dus dat verklaart ook waarom je de vorige update gewoon zo in één keer vuur kon hebben. Ze waren daar gewoon mee bezig. Dus dat is prima. Anyway, ik denk wel dat ik het ga doen voor deze aflevering. Ik weet niet helemaal uit hoe ik het huis ga doen. We hebben in ieder geval een bed. En een plek om naar de zonsondergang te kijken. Ik moet er nog niet voor verzinnen. Het is ook, dit spel is zo vierkant met bouwen. Hoe ga ik nou ooit iets netjes bouwen? Kan ik, dat is nog wel één ding wat ik heel graag wil. Close, pak de hamer, pak de construction. En dan... Oh, het liefst heb ik driftwood steps, maar ja, ik kan het altijd nog wel vervangen. Oh, dit kan gewoon. Oké, prima. Dus dan moet ik wel door die plant heen om het huis binnen te komen. Maar dat is het mij wel waar. Oké, ja, prima. Ja, I like this. Oh, deze plant heeft een hitbox. Daar ben ik dan niet zo blij mee. Ding! Yes, mijn eten is klaar. Oh, sweet. Hot eten in de aarde. Ik vind het erg. Wacht. Lege hand. Oh yeah, so good. Het geeft echt heel weinig. Het geeft echt heel weinig honger. Oh, ik heb het vuur uitgedaan. Nu duurt het weer keilang om het aan te maken. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je nou een leuke aflevering vond, laat dan alsjeblieft een like achter. En vertel me in de comments. Geef me je tips. Geef me ideeën, je suggesties. Stuur me je energie op. En hoop ik jou te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!